Welkom terug bij Café Tinto, aflevering 474. We hebben het net gehad over Amazing Grace. Op 5 en 19 april is dat op zaterdagmiddag om 4 uur te zien. 5 uur. 5 tot 6. 5 tot 6. Dankjewel. In Hoorn, in de Oosterkerk. Handig dat ik wat gesouffleerd word. Hè? Zo kunnen we elkaar helpen. Het is zomertijd. We gaan met Paul van der Niet in gesprek over film, de film Tiendaagse. En we gaan kijken naar een film met de titel God is Not Dead. En straks het verhaal van Marcel. Hij ging op survivaltocht in de Schotse hooglanden. En het was anders dan hij had verwacht, maar het bracht hem wel op een andere manier, of als een ander mens thuis. Dat denk ik dat we wel mogen concluderen. Wij gaan een foto bekijken. Een foto is in onze pureermachine gestopt. Totaal onherkenbaar, maar deze foto is al zo krachtig. Hij herstelt zich in 30 seconden. En nou heren, jullie mogen proberen te ontdekken wat je daar ziet. Roept als je denkt dat je weet wat je, als je denkt dat je ziet dat je weet, weet wat je ziet. Of, zie het maar. Dat is Picasso. Picasso? Ja. Ja. Ja in deze fase nog wel. In deze, ja. Maar dit verandert. Voedselbank. Voedselbank. Marcel, ja. Het is een bijzondere voedselbank. Ja. Kunnen jullie goed zien wat er in die bakken zit aan producten? Is het vers product? Of niet? Geen vlees. Het is geen vlees. Het is voedsel voor dieren. Ach. Hebben jullie gehoord dat er een dierenvoedselbank is? En die is sterk in opkomst nu ook. Ja. Voor de huisdieren. En voor de toename huisdieren. In de vraag naar. Ja. Dus er zit wel vlees in. Er zit van alles in. Ja. Ik dacht heel even dat ik een zak chips zag. Maar ja, dat dacht ik ook eerst. Ik dacht ook in de voorste bak een zak chips. Het is een foto van een dierenvoedselbank. En die dierenvoedselbanken die doen het zeg maar goed. Ja. Dat is een nieuw fenomeen. Hadden jullie ik niet heb er nooit van gehoord. Nee, heb ik ook niet van gehoord. Ik heb ervan gehoord, las het ook toevallig in de krant gisteren, dat er enorme toename is laatst. Iets van 30% toename zomaar, sinds korte tijd. Ja, dus, exact. En toen dachten wij, laten we dat eens voor het voetlicht brengen. De dierenvoedselbank. Dus mocht je dierarm zijn en van uitkering leven. Ja. Het is wat, ja, hè. Sorry. Dat is wat, hè. Dat is flauw. Nee, het is over het algemeen voor mensen die zelf ook bij de voedselbank terecht komen. En die kunnen dan ook voor hun hond of kat daar naartoe. Maar is het hetzelfde pand of is het een aparte locatie? Het is per plaats verschillend. Er zijn locaties waar het vlakbij is en dat je als het ware even door kunt lopen. Het ging dus over de dierenvoedselbank. En de aandacht daarvoor groeit en de behoefte eraan ook. Mm-hmm. Er wordt heel wat getwitterd in deze wereld en dat is soms heel erg zinnig, soms wat minder zinnig. We hebben er een paar uitgepakt waarvan wij dachten, nou wellicht is dat goed om voor het voetlicht te brengen. Ruben Vlag schrijft, we leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperken. Hm. En dat heeft hij niet zelf bedacht, Ruben. Hij citeert Rotmans. We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperken. Is dat niet gewoon hetzelfde? Ja, ik heb het. Ja, het lijkt iets radicaler of zo. Ja, het is wel wat filosofisch dit, hè? Dat is het zeker, je moet er even over nadenken. Ja. Maar het voelt als dat hij bedoelt dat het radicalere veranderingen zijn. Ja. Dus dat het de onderliggende toon, als het ware, van de wereld iedere keer echt verandert. In plaats van dat het kleine dingetjes zijn die... Ja. Het is natuurlijk wel zo dat door de ontwikkelingen, de internet enzovoort, ontwikkelingen sneller gaan. Veel sneller. Ja, dus de tijdperken. Daar waar vroeger een generatie 7 jaar duurde, is een generatie in tienerleeftijd nog 3 jaar of zo, 4 jaar. Dan heb je alweer een volgende generatie te pakken. Ja. Dus het verandert sneller. Hm. Tieme Westerduin die stuurt de volgende tweet. Hou je van de mensen in de omgeving van je kerk? Wil je hem bereiken met de liefde van Jezus? Ga goed voor jou en hun kinderen zorgen. Hele goeie. Ja. Ja, dus
Toen dacht ik, dit is toch een hele eenvoudige, Marcel. Ja. We willen de wereld in, maar laten we maar eens gewoon thuis beginnen. Dat zegt Timon volgens mij hier. Ja, volgens mij werkt het wel. Ja. Zeker met inderdaad wat de overheid nu doet met de mantelzorg stimuleren. Dus je kan maar beter de relatie met je kinderen goed houden. Je hebt ze nog heel hard nodig straks. Investeer in je kinderen, want later moeten ze jou over zorgen. Een mooie opportunistische insteek, vind ik heel erg goeie. Ja. 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 Religie en filosofie van Trouw. Wij ontvingen een boek. Er staat, wie geen kinderen kan krijgen, kan zich troosten aan de gedachte dat Jezus ook kinderloos was. Wat vindt u? Ja. Nou, dan moest ik echt op mijn hoofd krabben. Ja. Wat vindt u? Ja. Is het een troost? Jezus heeft geen kinderen gehad. En als je dan zelf geen kinderen kunt krijgen, troost dat dan? Hij kon wel zeggen, laat de kinderen tot mij komen. Dus hij had in die zin vele kinderen. Ook kleine kinderen die zich thuis voelden bij Jezus. En ik denk dat heel veel kinderloze echtparen, die dus heel veel kunnen betekenen voor een pleegkind, voor opvangkinderen, voor... Want kinderen zijn een bedreigde soort geworden in onze maatschappij haast. Hè? Die moeten speciaal worden opgevangen, die moeten speciaal worden enzovoort. Heel veel zijn leven in moeilijke situaties. En ik denk dat kinderloze echtparen daar een geweldige rol kunnen spelen. Door voor kinderen in het algemeen zorg te helpen dragen. En is het dan een troost? Of is hij dan een voorbeeld? Hij is natuurlijk een voorbeeld. Ja. En het is ook het is een verandering in focus. Het is natuurlijk een verandering in focus, maar het is ook een troost. Als in hoe we kunnen... ons tijd kunnen gebruiken voor andere mensen in het algemeen, kinderen in het algemeen. Zo gek is die dus nog niet, deze... Ik vind het een hele goeie. Deze quote. Ja. Ja. Heel even dacht ik vind het een rare. Ja, ik zie het voorbeeld, vind ik heel mooi, maar ik zie de troost. Ingewikkeld. Ja, dat is meteen een apart woord hierbij in het verband. Ja. Ja. Maar misschien is het, zoals Geert hem neerzette, de troost pas naar die andere stap die jij eerst zette. Ja. Makkelijker te vinden. Ja. Ja. Corian Matsinger, hij is jeugdwerker, hij schrijft... Het waren de ouders die hun kinderen bij Jezus brachten, niet de jeugdwerkers. Ja. Ja, dat is een goeie. Even de rol van papa's en mama's weer naar voren schuiven. Ja. Ja. Dat vond ik een mooie. Hele mooie. Ja. Dankjewel, Corian. Als u ook wat wilt twitteren, bijvoorbeeld over deze uitzending... gebruik een hashtag Café Tinto. En als u ons wilt volgen, dan is dat FAM7... Apenstaartje van 7, dat is hem. Dan ga ik nu met Paul van der Niet in gesprek over films. En we gaan het over de film 10-daagse hebben. En de film God is Not Dead. Zullen we gelijk met die laatste beginnen? Lijkt me een goed idee. Ja. We hebben het een tijdje geleden al gezegd. Hè? In Amerika, Hollywood ontdekt... De Bijbel. Ja. Het is een periode, is de Bijbel zeg maar niet in deze wereld erg in trek geweest. Maar waar is dat begonnen? Je zou kunnen zeggen dat het gaat altijd in fases. Dus je hebt in 1920, de 20e jaren van de vorige eeuw, had je een aantal Bijbelverfilmingen. En in de jaren 50 had je natuurlijk The Greatest Story Ever Told, The Ten Commandments, Ben-Hur en de grote klassiekers met vele Oscars. Quo Vadis. Precies, Quo Vadis. Ja. En dus dat was in die tijd had je ook zo'n fase waarin het de ene zich op de andere stapelde. Heet en het dan weer een hype of trend of zoiets? Ja, en dat heeft altijd dat wordt altijd aangejaagd door ergens moet een soort ijsbreker zijn. Ik denk dat deze ijsbreker al een beetje in het verleden ligt, The Passion of the Christ. Gewoon een enorme hit was, tegen alle verwachtingen in. Ja. Volstrekt niet commercieel gemaakt, niet Engelstalig. Ja. Zeer moeilijk verhaal, ingewikkeld. Tegen de haren van instrijkend. En toch een succes. Ja, dan zie je dat er toch heel veel mensen wakker worden en denken, dan gaan wij dat ook doen. En niet vanwege de boodschap? Ja, misschien ook. Het is altijd een combinatie, denk ik. Maar er is ook geld mee te maken. Tuurlijk, Hollywood is ook gewoon een geldmachine. En het zijn gewoon commerciële bedrijven die uiteindelijk in conglomeraten ergens hangen. En die waar winstoogmerk het belangrijkste oogmerk is. Maar degene die het maken, die zijn... uiteindelijk moet je ook wel feeling hebben met het thema. En ik denk ook wel dat mensen met een missie gebruik maken van zo'n trend. Mm-hmm. Dus je ziet nu, in deze fase, zie je echt de ene na de andere film. Noah.
Son of God, wat draait er nog meer? Ja, nou, God's Not Dead dus. Ja. En verderop in het jaar Exodus, over Mozes. En er komt nog een Mozesfilm aan, ook echt grote blockbusters. Het jongetje dat in de hemel was, Heaven's For Real. Er komen echt een hele reeks. Ik geloof dat er wel 6, 7 in de pijplijn zitten. Die, en ook echt in de grote bioscopen. Echt de grote in Amerika, ja, in de grote bioscopen komen, ja. Want vaak worden die films ook voor DVD gemaakt. En dan komen ze in Amerika nauwelijks... Nee, maar dat is eigenlijk die trend zie je eigenlijk al sinds The Passion of the Christ. Zie je dat niveau films, laten we zeggen, tot 1 miljoen, 2 miljoen. Wat overigens nog steeds heel veel geld is. Maar dat is dan inderdaad... een DVD-titel. Mm-hmm. Dat zie je eigenlijk al sinds 2003-2004 zie je dat al heel erg opkomen. Maar nu zie je dat ook de Hollywood-fabrieken met echt grote budgetten, tientallen miljoenen. Wow. Noah, 130 miljoen. Ja, 130? 130 miljoen. Dus nu gaat het grote geld er ook echt in. Ja. Ja. Ja, dan het eerste weekend is altijd de maat nemen. Ja. Kijken hoeveel er gecashed is in de bioscopen. Ja. Hoe doen de christelijke films het op dit moment? Nou, erg goed. We hebben nu Son of God hebben we natuurlijk achter de rug. Dat was, ik geloof, nummer 2 in het weekend. En God's Not Dead, afgelopen weekend, zat ook in de top 5. Met een budget van, ik denk, 1,5-2 miljoen of zo. Wat echt heel weinig is voor een Hollywood film. En dan in de top 5 eindigen. Dat is, en ik geloof het hoogste... screen average, dus de meeste bezoekers per zaal. Zo. Ja, dat is heel bijzonder. Dus het is per definitie is het wel opmerkelijk dat dit dat dit zo'n grote hit is. Ja, we gaan even kijken naar een fragment uit de film God is Not Dead. Life is really a tale told by an idiot, full of sound and fury and signifying nothing. Name? Wheaton. Josh Wheaton. Philosophy 150. You might want to think about a different instructor. Come on, man, it can't be that bad. Think Roman Colosseum, people cheering for your death. I am Professor Radisson. This is Philosophy 150. I would like to bypass senseless debate altogether and jump to the conclusion, which every sophomore is already aware of, there is no God. All that I require from each of you is that you fill in the papers I've just given you with 3 little words, God is dead. Wheaton, is something wrong? I can't do what you want. I'm a Christian. If you cannot bring yourself to admit that God is dead, then you will need to defend the antithesis. Think of Jesus as my friend. You think Jesus is God? I don't want to disappoint him. So your acceptance of this challenge may be the only meaningful exposure to God and Jesus they'll ever have. See, to me, he's not dead. I don't want anyone to get talked out of believing in him just because his professor thinks they should. Mr. Wheaton, are you ready? We're going to put God on trial. If you think you're smarter than me, do not try to humiliate me in front of my students. In that classroom, there is a God. I'm him. This experiment is over. You get to decide who the most important person in your life is. Me, Professor Radisson. But I have to do this thing. Like it's something that God wants me to do. I can't just turn away from it. You just want to ensnare them in your primitive superstition. What I want is for them to make their own choice. That's what God wants. You have no idea how much I'm going to enjoy failing you. Yeah, but who are you really looking to fail? Me or God? Mooi. Ja. En dit draait dus gewoon in de bioscoop. Ja. Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Nou, wat gaat er tussen die professor en deze jongen gebeuren? Wordt dit een argumentenwedstrijd? En wie gaat hem winnen? Ja, spoiler alert. het gaat inderdaad om de student is eigenlijk de hoofdrol. Ja. Die botst met zijn geloof tegen de filosofieprofessor, waar hij overigens er zelf voor kiest om in die klas te zitten. En hij moet het dan verdedigen. En dan krijg je dan inderdaad een argumentenstrijd. Mm. En de film is bedoeld om ook de christen te laten zien dat het niet gek is om in een wereld waarin eigenlijk iedereen buiten de kerk denkt van ja, dat zijn we toch al lang gepasseerd, dat stadium van geloof in God. Ja. Om hem ook munitie te geven of althans argumenten te geven om in God te geloven. Het is niet alleen maar een rare tovenarij wat volstrekt uit de lucht gegrepen is, maar er zijn gewoon argumenten voor. Ja, en die worden op een rijtje gezet in deze film. Ja, wetenschap versus
geloof. Ja, maar het geloof wordt dan niet losgetrokken van de wetenschap. Ja. Er worden ook gewoon argumenten gegeven voor waarom God bestaat. Ja. En die worden tegenover de argumenten gezet van de professor die zegt dat die niet bestaat om deze en deze en deze redenen. Die film moet veel discussie opleveren. Ja, hij roept heel veel discussie op. Ja. Er wordt fel gereageerd. Zowel op mensen die niet geloven, atheïsten, als binnen kerk. Want moet je dat beredeneren enzovoort. Ja, ik heb de film zelf gezien toen ik op een conferentie was in Amerika, 2 maanden geleden of zo. Ja. En wat ik eigenlijk nog nooit heb meegemaakt, ik zat in de film en het zat met alleen maar christenen in de zaal, moet ik erbij zeggen. Er werd geapplaudisseerd. Het was echt gejoeld alsof ik in een sportwedstrijd zat. Tijdens de film? Ja. Ja. Dus dan was er weer een argument en dan zag je, nou dan was de professor had even met zijn mond vol tanden en dan, het ging best ver. Frederik, een interactieve voorstelling. Ja. Zie je het al voor je? Ja, dit, ja, met publiek. Dat gaat bij ons ook gebeuren misschien. Maar dat is ook erg Amerikaans, moet ik zeggen. Hoor. Ja. Dat hoort ook bij Amerikanen. Dat vinden ze ook. Maar je ziet meteen dat het heel goed gemaakt is aan de beelden, aan de bewegingen. Ja. En de goede acteurs. Het klopt wel. Een goede dialoog. Goed script. Ja, goed script. Ja. Heel goed. Ja. Maar het debat is springlevend eigenlijk. Hè? Dat is, Men doet alsof het al passé is, maar het is springlevend. In Amerika is het nog scherper dan hier, denk ik. Ja. Maar geloof mag weer besproken worden. Precies. We hebben een tijd gehad dat het weg werd gemoffeld. En nu mag je weer hardop zeggen dat je gelooft. Toch? Ja. Er is niks geks aan. Nou is dat in Amerika vermoedelijk toch wel anders. Ja. Omdat daar natuurlijk het merendeel christen was of is. Ja. En dat je daar ziet dat die trend van secularisatie eigenlijk nu pas heel heftig intreedt. Ja, dat wat wij al hebben gehad. Ja, zeg maar. Dat denk ik wel. Ik denk dat het daar dat het zich in een andere fase bevindt. En dat de film daar nu eigenlijk als het ware op een soort kruispunt deze film is gemaakt. Van het kruispunt van we nemen afscheid van God. Je ziet Amerika heel erg gepolariseerd de laatste jaren. Van de conservatieve christelijke groep ten opzichte van de rest. Ja. Dat zie je ook in de presidentsverkiezingen heel erg worden uitgemeten. Dus, nou ja, en nu zie je dat zo'n film springt daar eigenlijk op in. Door te zeggen van wij geven de christen argumenten om te geloven. En dat doen we gewoon in de grote entertainmentfabriek waar iedereen met popcorn en cola En zit te kijken. En dat kan in Amerika makkelijker dan in Nederland. Nou ja, het gegeven film is daar natuurlijk echt een integraal deel van de cultuur. En dat is bij ons wel iets minder. Het is ook wel bijzonder, denk ik, dat Amerikanen langzamerhand ook vergeten zijn dat hun eigen grondwet, geloof ik, voor 85% gebaseerd is op de Bijbelse cultuur. Dat zijn ze helemaal kwijt. Ja. Het wordt helemaal not done om het erover te praten, maar dat is echt zo. Mm. Ja. Ja, ik heb het gevoel dat je dat uit elkaar kunt houden. Scheidingkerk staat natuurlijk heel sterk. Dat staat ook in de grondwet volgens mij. Het geloof als iets wat achterhaald is, dat wil deze film dus heel erg sterk bestrijden. En dat doen ze met een hele expliciete titel. God's Not Dead is ook een liedje van de Newsboys. Dus de Newsboys zitten in de film. Oh, ja, ja. Dat is aan het einde van de film is het concert van de Newsboys, waarin het liedje wordt. En dan staan al die figuren die een rol in de film hebben, staan daar met z'n allen te zingen. Dus het klopt. Ze hebben het slim gedaan. En de Newsboys zijn er erg blij mee, denk ik. Dat hun liedje is uitgekomen. Ja, omdat het een hit is, zijn ze er erg blij mee. Ja. Ja, het had natuurlijk ook de andere kant op kunnen gaan. Ja. Maar nu is het hartstikke. Nu versterkt het elkaar allemaal. Ja. Er komt weer een nieuwe film, 10-daagse aan. Ja. Je hebt daar de catalogus voor je. Kijk op film. Kijk op film, ja. Hoe ziet de 10-daagse eruit dit jaar? De film 10-daagse zijn 10 dagen lang. Ik meen van beginnend op 2 april, dus dat is morgen. Waar de christelijke boekhandel, iedere klant die een film koopt, de waarde van €12,50 of meer, gratis een film meegeeft. En de film die wordt meegegeven is dit jaar The Letter Writer. En de bedoeling is? De bedoeling is dat film is. Dat werd eigenlijk net ook al gezegd. In Amerika is film een middel om ook je geloof in te beleven. Ik denk in Nederland is dat nog niet zo. Dus daar is het nog een uphill battle, zoals ze dat noemen.
waar film wel steeds meer terrein verovert en steeds meer wordt gezien als hey, maar er zijn ook films met de boodschap. En eigenlijk is deze campagne bedoeld om dat te bevorderen, om ook dat onder de aandacht te brengen van kijk, er zijn gewoon goede films waar het geloof een onderdeel van is en waar entertainment en geloof als het ware samen in optrekken. En door middel van zo'n cadeau mee te geven, proberen we dat dan te bevorderen. Ja, dus de tiendaagse is de film, de christelijke film, op de kaart te zitten. Maar je hebt nooit het gevoel, ook bij deze film, dat toch een beetje dat de commercie de overhand heeft. Dat heb je dus niet. Dat is natuurlijk een heel moeilijk pad, hè? Ja, maar zelf een spanning tussen. Ja, dat heb je niet, want we hebben het natuurlijk niet gezien, maar... Ja, ik denk, weet je, dat is met film natuurlijk... ergens moet de film wel kloppen, dus ook entertaining zijn. Ja. Anders ga je hem niet kijken. Nee. Dus dat is een fine line, maar ik geloof ook wel dat iedere film, ongeacht of het christelijke film is, iedere film heeft een boodschap. Dus ook de films van Spielberg of wie dan ook, hebben een boodschap. En als de film, als de boodschap die onder een film ligt, de christelijke boodschap is, nou, dan denk ik dat de maker geslaagd is in zijn opzet. Okay. Ja. Ja. We kijken even naar een fragment van die film. The Letter Writer. The Letter Writer. Okay. Ik hoor dat er geschakeld wordt. Are you Sam Worthington? Who wants to know? I think you wrote me a letter. What makes you think I wrote you a letter? Your mailman told me. Impossible. There are privacy laws. You could sue him. I might. So you wrote this letter? You're asking me some very personal questions, young lady. Well, you wrote me a very personal letter, Sam Worthington. So you pick names from the phone book? Maybe. But I'm not listed. Can't be. I'm not. Nancy is my mother's name, and that's my address, but I don't know who this Maggie Fuller is. You must have accidentally skipped down a name when you wrote the address. Well, isn't that something? Sam Worthington is my pen name. Your pen name to write letters to people you don't know? Yes, that's right. Look at me, I'm old. I don't get out much anymore. I gotta do something. Yeah, but why letters to people you don't know? It's what I'm good at. Didn't you like your letter? Yeah, sure, but it drove me crazy not knowing who wrote it. Does it make any difference who wrote it? I thought the letter was from an old relative. You know, someone who knows my parents. Well, see, isn't that enough? Why did you have to go snooping around and find me? I don't know. You're the one person who had something nice to say about me. No, it doesn't even mean anything. Don't say it doesn't mean anything. Every word's from the bottom of my heart. You don't even know me. Young lady, if I'm the one person that has something nice to say about you, I know you better than anyone else. Prachtig. Fascinerend, hè? Dat is nou schrijven. Ja, hè? Prachtig, hè? Ik denk, wow, ja. Wat die twee daar doen. Ja. Ja. Het is een beetje C.H. Lewis. C.S. Ja, de man, hè? Ja, dat is... mooi, prachtig. Prachtig. Dit is een beetje de scène waar eigenlijk het verhaal om draait. Het meisje ontvangt dus een brief in de post en ze heeft geen idee van wie het is. En de brief is prachtig en ze zit eigenlijk in een moeilijke fase. Haar ouders zijn gescheiden, op school gaat het niet goed. En dan krijgt ze deze brief. En ze kent alleen de afzender niet, dus ze heeft zoiets van... Ja. Wie is dat? Dus gaat ze hem op zoek. Dus gaat hem op zoek. En ze heeft hem gevonden en dan ontspint zich eigenlijk een verhaal waarin het gaat om... deze man wil eigenlijk aan haar leren van... op het moment dat jij een ander iets geeft aan een ander... Ja. Zonder dat je iets terug verwacht, want dat is eigenlijk wat je met die brief ook doet. Je verwacht niks terug. Dan kunnen er wel eens verrassende dingen gebeuren.
Ze gaan de straat op en gaan knopige gesprekken aan met mensen en wensen mensen goede dag. Iets wat wij denk ik ook wel herkennen, dat je op straat dat niet meer zo automatisch doet in deze tijd. Een gratis heuk krijg je wel eens op straat. Misschien wat minder extreem in deze film, maar dat is wel het principe van als jij goed doet voor een ander, dan gaat die ander dat misschien ook weer doen bij weer een ander. En dan kunnen we met z'n allen toch een klein beetje de wereld veranderen. En dat is waar de film over gaat. Ja, mooi. Dankjewel Paul voor... jouw filmnieuws van vandaag. Wat is jouw gebedspunt voor de kijkers? Nou, misschien wel dat laatste stukje. Dat wij het gebedspunt is misschien dat we bij onszelf beginnen. Dat we ook proberen ons kleine stukje van de wereld ietsjes mooier te maken. En dat kunnen we ook niet alleen. Daar hebben we ook de hulp van boven bij nodig. In de hoop dat degene die wij aansteken dan misschien weer iemand anders aansteekt. Ja. Mooi. Ja, dankjewel. De gebedspunten die in de loop van deze uitzending worden genoemd, ik spaar ze keurig voor u op en dan straks tegen 11 zet ik ze nog even voor u op een rij. We gaan er zo uit voor de reclame en daarna ga ik met Marcel in gesprek over zijn survival tocht die hij maakte in de Schotse hooglanden en wat daar precies gebeurde. Een bijzonder verhaal. Blijf kijken. Als u wilt reageren, dat kan. Stuur een mail naar Café Tinto, apenstaartje family7.nl. Graag tot zo.